Hey, hallo. Oh my god. Hallo, mijn naam is Peter Hoefnaar. Nou, we zijn er klaar mee. Wat jij meemaakt op school zie je bij mij terug in de klas. Alsjeblieft. Hey. Jongens, allemaal aan het werk. Lindsay, jij ook? Huh? Ben je al klaar? Nee, toch? Nee. Nee, precies. Ik zie Oprah. Ja, maar ik wil jou niet zien. Hallo? Stop eens. Hey, hallo? Ja, je sla. Denk je dat ik jou niet zie? Of zo? Ja. Hoe lang ben je te laat? Weet niet. Ik weet niet. 10 minuten? 20 minuten ben je te laat. Oh. Dus ook. Ja, ik heb je al voor gespijbeld opgeschreven, afwezig. Maar ik heb een briefje. Ja, dat is jammer. De regel is een kwartier. Ja? Ja, dat weet ik. Je kijkt me aan alsof je voor de eerste keer Ja, maar ik heb echt een hele goede reden, meneer. Ja, ik heb ook een goede reden. Maar meneer, ik heb echt een hele goede reden. Ja, dat is jammer, want dat briefje kan ik niet meer aannemen. Helaas, Sinterklaas. U kunt het briefje toch gewoon, als u nou, gewoon leest wat erop staat. Nee. 20 minuten te laat betekent dat je niet meer de les in komt. Jeetje. Nee, ja, jeetje. Maar dan gaat die grens voor steeds meer en meer jeetje. Op een gegeven moment heb ik heel veel jeetjes. Ja, maar ik heb en dan echt ben een ik hele mijn eigen goede jeetje. Reden. Nee, ik ga het niet doen. Doe maar even de deur dicht. Je kan even de deur dicht doen en adieu. Lees hem gewoon. Nee, dat is... Nee. Jongens, ik wil hier geen discussie over. Oprah, deur dicht betekent eigenlijk dat jij aan de andere kant van de Meneer, deur komt. Meneer, leest u het briefje nou gewoon? Er staat Oprah. Echt een goede reden op. Ik ga het niet lezen, echt niet. Als u nou gewoon leest... Ik ga het niet lezen. Maar meneer, dat is echt... Kim, ik heb echt een hele goede reden als u het briefje ja, nou gewoon leest. Je blijft maar herhalen, maar weet je wat gek is? Ik blijf maar herhalen dat jij 20 minuten te laat bent. Ja, dus maar je... Sorry, dit, maar, dit is zou geen niet reden meer. Hoeven worden als u het briefje gewoon leest. Dit is geen reden meer. Nee, echt niet. Daar kan ik niks aan doen. Dus ik zou zeggen, sta op. Ik kan dit echt niet veroorloven. Het maakt mij niet uit wat voor reden. Al is er een olifant op je gevallen. Of er namelijk... is wel een reden. Nee. Sorry, maar wat bent u nou weer voor waardeloze poep? Hé, hey, nou moet je helemaal. Nee, maar echt. Sorry, Oprah, maar ik heb dit gaat mij ook te ver. Dit gaat mij ook te ver. Wat jij nou zegt tegen mij. 5 minuten maar. Nee, het gaat niet om 5 minuten. Het gaat dat je bent niet 5 minuten. Je bent 20 minuten te laat. Ja, maar ik ben 5 minuten over die... Over ja, de dus maxima, dat is... Totale dus, bullshit. Ja. Sorry, maar Anita was ook gisteren te nee, laat. Nee, Anita was binnen een kwartier te laat. Nou, hup. Anders Anita dan, was gisteren ook nee, laat. Anders ga ik dienst. Wat is er nou, jongens? Stop eens. Ja, jij had haar Oprah, ook ongemast. Eruit. Nee, Anita heeft blijven zitten. Zo. Oprah. Hey, wat is dat? Sophie. Dat is mijn briefje. Nick, kleine kleer die je bent. Wat is er nou Joshua, aan de hand? Joshua, respectloos. Jawel, sorry, maar wie is dat daar nou weer? Van wie is dat briefje? Dit briefje, dat is mijn briefje, die jij hebt verfrommeld. Hoe kan dit briefje ineens daar komen? Oh ja, hoe kan dat briefje ineens daar komen? Hoe kan dat nou? Ik kan daar niet eens bij lezen. Klapjas. Dat is waar. Ik heb een Nou, ga maar zitten. Dat is goed. Nee, nu ga ik niet zitten. Ik ga weg. Nee, je mag gaan zitten. Ja, ik ga nu weg. Nee, dat is goed. U heeft mij toch weggestuurd? Nee, ik heb nou zeg ik dat je mag blijven zitten. Dus ik nee, heb een briefje. Ik ga weg, want u stuurt mij weg. Oké, okay, nou prima. Goed aan de ooievaar. Rick! Ja, nou ga je toch weg. Hé, 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 stop er eens mee. Hé, stop, stop. Hé, wat is het dan? Wat is er nou toch weer allemaal? Jij was de. Hé! Wat is dit? Sorry, mijn reflexen gingen later. Oh! Wat is er allemaal aan de hand, joh? Meneer, u laat het briefje door iedereen lezen. Ik had vandaag een doktersafspraak en ik ben zwanger. Ga maar even naar Mulder toe, rustig. Oh, mijn schoolboeken. Mooi pak, meneer. Echt serieus, wie heeft dat briefje gepakt ten eerste? Oké. Was jij dat, Joshua? Nee. Wat een hetze ineens weer. Het was via. Moet je kijken, mijn ding is echt ongelooflijk. Hey, hallo, even... Dames en heren, Olaf. Nee, hij kan even een ander schoon t-shirtje aandoen. En ik ga ook even mijn Colbert...
Maar één ding, dames en heren. Ik ben niet blij, want hoe komt dat briefje daar? Dat zijn mijn spullen. Joshua, heb jij dat gepakt? Nee, kijk, oké. Wie heeft dat gepakt? Via, via, zeg maar. Dus hij tikte me aan. Maar ben jij soms de via en ook de via? Ja, hij tikte me aan. Nee. Dat kan echt. Na de les, Rick en Joshua, na de les even bijblijven. Ja? Even hier blijven, bij de les. Ik heb het toch niet Joshua. Gepakt. Meneer, ik heb het niet gepakt. Ik heb het niet aangepakt. Ik wist niet eens wat erin stond. Okay. Meneer, ik heb last. Er zit hier wat. Ja, er zit hier wat, ja, precies. Ja, opvraag kwam 20 minuten te laat en mocht de klas niet meer in. Is dat bij jullie op school ook een regel? Laat het me weten. Like deze video en tot de volgende week. Groetjes, hoi.